naam is Hans de Groot en ik, ja, ik ben toen ik opgroeide, toen mijn vader was een muzikant in een groot symfonieorkest. En ik was gek op muziek, ik was gek op beeld, ik was gek op toneel, ik was gek op dans. Dat zijn de dingen waar ik van hield. En ik wist niet wat ik wilde worden. Ik ben naar de Kleinkunstacademie gegaan, naar de Kunstacademie en naar de, ik wil toneel leren spelen. En ik wilde heel graag leren dansen. Allemaal. En dat zijn vier verschillende kunstvormen waarmee wij ons als mens uitdrukken. Ja, uiteindelijk ben ik me gaan concentreren natuurlijk op het beeld. En met het beeld maak ik fototekeningen. Hier zie je trouwens ook een beeld wat ik aan heb. Wie kent hem niet? Ja. Dit is Doris. Ja, Doris, dat is eigenlijk de grote zwerver. Die voor mij een hele grote stimulans was toen ik net opgroeide. Hij was degene die, net als andere zwerven, zoals Zwiebertje, zoals Pieper de Clown, maar ook als Charlie Chaplin. En bij Charlie Chaplin komt bij deze vrouw uit, dat is Madison, die heb ik kort geleden leren kennen. Die komt uit Los Angeles. En Charlie Chaplin heeft bijvoorbeeld een hele bekende film gemaakt over de kids. Misschien ken je dat, misschien heb je er nooit van gehoord, maar het is een van de beste films van de hele wereld. Een van de, in de top 100 staat die. ik zie dat het bijna tijd is. Maar in ieder geval, je kunt elkaar helpen met eigenlijke beelden, met alles wat ik heb leren kennen. Maar je hebt ook te maken met mensen die je bedriegen. En dat vind ik ook. Oké, goed. Straks verder.